In de laatste jaren is hij extreem anti-Israël geworden. Wat uiteraard mag. Iedereen mag kritiek hebben op Israël. Maar daarbij heeft hij steeds vaker antisemitische vooroordelen, stereotypen en complottheorieën geuit. En dat is voor ons heel erg zorgelijk. De varkensballon met een Davidster erop, die heeft hij tijdens een show opgelaten. Dat idee dat een Joods iemand een varken is, dat is al vanuit de 17e eeuw een stereotype die heel vaak wordt gebruikt. Vooral door katholieken toentertijd in Spanje en Portugal. En blijkbaar gebruikt hij dat nu ook. Ik kan gewoon vertellen dat het gewoon antisemitisme is. Weet je, vrijheid van meningsuiting is heel erg belangrijk. Dus wij zien ook echt dat muziek verbindt. Dat vinden wij ook heel erg belangrijk. Echter vinden we wel dat als het Ziggo en Mojo niet kan garanderen dat er ballonnen opgaan met varkens met een Davidster, of dat er antisemitische uitspraken op het podium worden gedaan, als ze dat niet kunnen garanderen, willen we toch wel echt vertellen dat ze misschien toch echt moeten heroverwegen om het concert door te laten gaan.